Oh, mogen ik? Wil ook niets? Welke suiker? Oh. Hey, leuk jasje. Hoe je like fashion? Sample sale, hoeveel denk je? 200 euro. 48 euro. Nee, 48. Hey Marie. Kopje kinderkoffie. Ben je nog lekker uit geweest? Ja, net een beetje te laat, geloof ik. Oké, mensen. Dit is een heel bijzondere dag. Dus ik hoop dat iedereen het weekend enigszins heeft verwerkt en fris en uitgerust is. Ik heb een woninginbraak in de aanbieding. Onze forensische vrienden hebben geen sporen kunnen ontdekken. Sonja, Mike, leef je uit. Giel en Marieke, aan jullie de schone taak de burger meer gevoel van veiligheid te geven met wat blauw op straat. Nou, gevoel van veiligheid. Ja, we hebben dat kroppartijtjes gehad op de boulevard. Zie je het als preventief aanwezig zijn. Dan de jackpot. Josh. De boven ons gestelde hebben klachten ontvangen van winkeliers. Dat er zoveel gejat wordt door de schoolgaande jeugd, Josh. Concentreren. En dat betekent jullie. Ja, kom op, zeg. Ja. Beetje achter kinderen aan. Pubers. Dat is nog erger. Jongens, vandaag brengen jullie dit rituele offer. Het is politiek en dus per definitie tijdelijk. Josh. Doe nou maar doen. Dan kan de rest zich met politiewerk bij zijn houden. Ja. Goed. Jongens en meisjes, doe je best. Wat is eigenlijk zo bijzonder aan vandaag? De Golden Earring. Die spelen vanavond. En wat zeggen we dan? Wauw! Wauw! Kijk, wow. Ken je dat, Golden Earring? Kijk, gek. Hey, beetje respect. Mensen, wees alert. Maar voorzichtig zijn daarbuiten. Wie wil? Blijf met je poten van koffie af, pik. Pak jou nog. Take everything I want. The girls are fighting for me. But every time that I take one, the aim is supposed to parole me. Well, this is my life of sadness. This is the life I live. This is my life of gladness. This is the life I live. Losers. We hebben half jaar kunnen oefenen, man. Nog lukt het niet. Kom op, joh. Jij moet neuken. Het is maandag, toch? Er komt een blauw busje langs. Neuken, dat doe ik later wel. Blauwe busje? Bij het winkelcentrum. Hier. Ga mee, Helm. Pas jij maar op een bier, Prins Pils. We gaan even kijken. Hoe moeten ze hun opdrachten nou serieus nemen als jij dat dan niet doet? Oh, je New York koffiebonen, ben je kwaad? Het is toch belachelijk waar ik mijn mankracht aan moet verspillen? Zaak komt van de gemeenteraad. Dus mijn mensen lopen hun tijd te verdoen omdat een stelletje bedwetens in de gemeenteraad handhaventje zit te spelen. Nou, misschien moet je dan zelf maar eens de politiek in. Dat laat ik vragen aan jou over. Wat kan ik voor je doen? Ik heb iets voor jou gedaan. Je krijgt vanaf volgende week een extra FTE. Een hele FTE? En wat moet die dan doen? Badkleding controleren. Zo ontzettend aardig van je dat je me bedankt. En nee, dank je, ik hoef geen koffie. Wil je? Goeiedag. Ik zet zo voor je. En een aspirant erbij. Doe maar weer. Volgens mij denkt hij echt dat we die muziek leuk vinden. Golden Earring. Gun die oude zijn meuk, joh. Ja, maar ze hebben toch echt een paar van die jengelnummers, dat ik denk. Greater Love,
Yoshi! Hey, pik omhoog. Hey. Zo, deze agent wordt mede mogelijk gemaakt door Cookie Monster. Trek dat pak uit, man. Je loopt voor lul. Ga je weer beledigen? Daar ben je goed in, hè? Hey, ze wil toch nog steeds niemand met je neuken? En jij dan met die deus struisvogel in je nek, hè? Moest jij niet trouwens 3 maanden zitten? Goed gedrag, hè? Je kent me toch? 40, komt u Zuid voor het bureau over. Lullig, hè? Werken voor een baas. Hey. En uit, Bassie. En nou, aan de rand de boel. Even niet. Ik ben aan het werk. Oh. Heb je zeker ook geen zin om, net als vroeger, een pakje zure matten te pikken, of wel dan? Nee, sommige mensen zijn er overheen gegroeid. Zou je ook eens moeten doen. Zo. Is dit van Turks fruit? Nee, zijn ouders zijn stomme racisten. Zij kennen weinig aan doen. Als hij lullig tegen je doet, moet je maar tegen me zeggen. Dan krijgt hij een paar beuken. Ik kan hem wel aan, hoor. Dankjewel. Trouwens, ik ben een oude kameraad van je collega, Barry. Aangenaam. We moeten naar het bureau. 2240. Wil u gaan naar de Keizerstraat 85? Daar hebben we een winkel die stal minderjarigen verdacht over. Hé, hey, is dat nou niet gek, Jos? Dat je zo ongeveer jezelf moet oppakken? Zorg jij er nou maar voor dat ik jou niet hoef te pakken? Hé? Hey? Nee. Nou, je bent me net even iets te bij de hand. Pus je goed op jezelf, pik? Ja, oké. Okay. Pik omhoog. Is bij ons voor de tweede keer in 2 maanden ingebroken. Mathilde, dat is mijn huisgenote, die is gehandicapt. En vlak voor de eerste inbraak is zij op straat overvallen. Ik ben bang dat dat diezelfde vent is. En wat hebben ze allemaal meegenomen? De eerste keer alleen geld. Ze hebben mijn portemonnee uit mijn broekzak gehaald. En die lag naast me, terwijl ik lag te slapen. Heb je er aangifte van gedaan? Ja, natuurlijk. En deze keer was ik nog op mijn werk. Mathilde's creditcard, een scootmobiel zijn weg. En van mij geld. En een ketting die van mijn oma was geweest. En is je nog iets opgevallen? Iemand die vaak op straat staat, naar je huis kijkt? Nee, nee, dat is me niet opgevallen, nee. Ik maak me zo'n zorgen om Mathilde. Ze is zo kwetsbaar. Hoe oud ben je eigenlijk? 15, 16? Versta je ons wel? Verstaat ze ons wel? Hoe lang had je konden schorsen? Heb je steeds een andere radio bij jullie? Hallo! Contact! Ah, contact. Waarom jat je een broodje? Hier heb je geen geld. Nee, man. Kom even. Wat is er met hem? Ze heeft helemaal niks bij zich. Geen portemonnee, geen geld, geen telefoon. Op deze manier wordt het vrijwel onmogelijk om haar identiteit vast te stellen. Kijk, ga kijken of er een melding is van een vermist Turks meisje. Misschien is het helemaal geen Turk, misschien is het gewoon een Marokkaan. Ja, wat zit je nou? Ze verstaat je echt niet hoor, en wel zo'n doekie. Het is gewoon een Berberse importbruid of een Algerijn of zo. Ja, maar Turks tegen de lullen. Ze is toch niet, kom op. Geloof me maar, het is een Turks meisje. Dan is ze doof of een Mongool. Ze is bang. Zit ik weer met een zwijgende puber. Je moet alleen met haar gaan praten. Hoezo? Nou, ik ben ook Turks. Tegenover mij schaamt ze zich veel meer dan tegenover een ongelovige. Oké. Hoe moet ik dat dan doen?
ik je even helpen? Flikker op! Politie Haaglanden. Bent u Mathilde? Ja. Alsof jullie op zoek gaan naar mijn spullen. Wil je spullen niet terug dan? Goed verzekerd. Weet u zeker dat ik... Mevrouw, wij zijn hier omdat uw huisgenoot denkt dat iemand het op u gemunt heeft. Omdat ik in een rolstoel zit? Die vindt die kennen toch ook op haar gemunt hebben? Maar nee, ik zit in een rolstoel. Hij zal ook weer op mij gemunt hebben. Pankendeur! Laat los! Ja, ik moet ook gewoon dankjewel zeggen. Het is gewoon een onhandig, onbetrouwbaar kutding, zoals je ziet. Maar de verzekering heeft geen haast om een scootmobiel te vervangen. Wat is er gestolen bij je eerste beroving? Ik heb toch aangifte gedaan? In je computertje kijken, hè, pannenkoek. Oké, en waarom had je 500 euro op zak? Oh, je hebt wel gekeken. Waarom vraag je het dan? Ik had net gepind. Je agenda die is gestolen met je adresgegevens. De kans dat iemand je beschouwt als makkelijke prooi met veel geld is aanwezig. Hoe zag je eruit? Zo'n hoge Surinamer. Pakte me met één hand bij mijn keel, met de andere hand pakte hij al mijn spullen. En hij zei dat hij me uit mijn wagentje zou flikkeren als ik één kick zou geven. Maar klaar? Ja. Ja, veel te drinken. Pas op, het is heet. Ze verstaan me wel. Wil je nog een broodje? Waarom nou zo'n domme actie? Spijt me. Ik had zo'n honger. Je lijkt me niet echt een zwerverstype. Maar je ruikt niet echt vis. Heb je buiten geslapen? Je ouders even bellen. Ze zullen doodongerust zijn. Waar wonen die ouders? Nou. Lekker dan. Rotterdam heeft iemand opgepakt die de gestolen creditcard van Mathilde gebruikte bij een tankstation. Was het een Surinamer? Bertje Hansen. Bert Hansen, de dealer? Nee, Bertje Hansen, zijn opa. Gepensioneerde inbreker. Nou, misschien heeft Bert Hansen de gestolen creditcard als betaling geaccepteerd en vervolgens aan zijn opa gegeven. Hey. Doe je mee? Ja. Hou niet van Sinas. Meneer Hansen? Heb je even? Wat nou weer? Je opa. Die heeft betaald met een gestolen creditcard. Oh? Dit kan leiden tot vervolging van je opa. De creditcard is hier in Den Haag gestolen van een gehandicapte vrouw. Wellicht heeft de dief de creditcard aangeboden als betaling voor bepaalde verboden genotsmiddelen die u verkoopt. En misschien heeft u de kaart ermee opengegeven om te gebruiken zolang het kan. Doe jij het met die boomklimmer? Nee, joh. Blanken zijn me veel te klein geschapen.
Kijk nou wat je doet, Mogol! Oké, waarom staan we hier? Nou, volgens Mathilde was de overvaller een grote Surinamer. En dan ben ik benieuwd of zo'n Surinamer überhaupt naar binnen durft bij die racisten. En waarom zou die dat doen? Grote Surinamer, dat geloof je toch niet? Ja, zaken zijn zaken, Mike. En ze was overstuurd toen ze het over hem had. Nou, ik vertrouw er voor geen cent. Luisteren jouw ouders naar de Golden Earring? Nee, gast, nee. Blue Diamonds. Ah, de godgansdag. Ramona. Mag ik hier weg? Ramona. Hier, de chill. Ben ik vannacht pas om 3 uur weggegaan. Hey, ik kan wel op je vertrouwen, toch? Niet dat je straks ergens ligt te slapen of zo. Nou, jij weet niet half hoe weinig slaap ik nodig heb. Jij feest elke nacht. Agent! Agent! Kun je alsjeblieft helpen? Ik heb enorm glazen binnen. Oké. Jongens, houden het wel even gezellig. Ik zit je uit de zeiken, we doen niks. Ja, daar denkt dat meisje misschien anders over. Ah ja? Ik vond het hartstikke lekker. Ik heb helemaal geen zin om de boel dicht te gooien, maar het kan wel. Pas als iedereen zich respectvol gedraagt, gaat die muziek weer aan, oké? Okay? Vind ik dat klasse van je, man. Hebben we een deal? Deal. Giel, gasten stoppen echt niet. Hey, we kunnen toch niet zomaar weggaan? Alsof ze zich door ons twee laten wegsturen. Hey, ik wil geen gewonden, we hebben assistentie nodig. Giel, sorry dat ik onderbreek, maar wat doen die hooligans van jou? Ja, dat ligt aan hun opvoeding en dan zijn we nou te laat. Er is op beveiliging. Oké, die mogen toezicht houden en als het misgaat, komen wij er pas bij. Ze kunnen bellen als er echt iets gebeurt. Ja? Oké, jongen, volhouden. Goed zo. Kraandijk. Een meisje? Oh ja. Nee, zeg maar. Bilgun Özil. Bilgun Özil, ja. Heeft u een foto van haar? Oké, ik wacht. Ja. Bilgun? Laat die foto maar. Jullie kleintje heet Bilgun Özil. De school heeft net info gestuurd. Kijk maar even op de mail. Oké. Hey. Bilgun Özil ging tot vorige maand naar het mediacollege op de Nieuwe Duinweg. Tot ze opeens naar Turkije ging om bij haar grootouders te wonen en daar haar opleiding af te maken. Opleiding tot uitgehuwelijkte huisvrouw, zeker? Maar wat doen we? Tegen ons zegt ze niks. Kijken wat er gebeurt als we haar meenemen naar de ouders. En als ze inderdaad is weggevlucht omdat ze wordt uitgehuwelijkt? Nou, als ze hulp wil, dan kunnen we haar die geven. Maar ze is minderjarig, dus ze kunnen haar niet bij de ouders weghouden.
Behalve als ze ons onderweg een goede reden geeft. Ja. Mensen waar ik vannacht nog mee heb staan dansen, worden nu lastiggevallen door een stelletje doorgesnoven idioten en wij staan hier. Misschien doen die doorgesnoven idioten wel alleen hetzelfde als die dronkaards. Gewoon dansen. Nou, ik ga heel lekker op een appelsapje hoor. Hey, ik word echt nerveus van jezelf. Ik ga even aanbellen, kijken of ik alleen met je moeder kan praten, ja? Oh, je lid van neem ik iets mee. Alsjeblieft. Moet je naar Turkije als exportbruid? Ben je daar aan weggelopen? Ik heb niks gedaan. Het is mijn schuld niet. Mijn moeder wel, joh. Wat heb je gedaan, joh? Ik heb mijn familie onteerd. Ja, dat begrijp ik, maar hoe dan? Ze is verstoten door de familie omdat ze een vriendje heeft. Een vriendje? En wat dan nog? Wat doen die lui hier als ze niet met onze cultuur kunnen omgaan? Jongen. En zal ik je even naar je vriendje brengen, schat? Ik heb helemaal geen vriendje. Dan mag jij opruimen, schat. Jij wilt toch altijd rijden? Is ook jouw auto dan, hoor? Bij de lust horen ook de laste pik. Hoeveel denk je dat er in die koffer zat? Shit man, wat maakt dat nou uit? 5.000, 6.000 euro? Zeg 6.000. Nou, eerlijk delen, krijg ik toch gauw zo'n 3.000 euro van jou. Wat nou, we hebben niks. Nee, we hebben niks, nee. Maar dat komt omdat jij zo stom was om die koffer te laten vallen. Ah, die koffer met mijn 3000 euro. Dat is jouw schuld. Krijg ik van jou, ja toch? Ja toch? Ja, krijg je. Zeg. Zou jij misschien iets minder demonstratief chagrijnig willen zijn? Ik zou niet kunnen puzzelen op een overval op een geldloper. Pff, zit ik me hier te vervelen. Mm-hmm. De uren die ik vermorst heb doordat ik niet naar mijn instincten heb geluisterd, maar stomzinnige plannen van anderen heb moeten uitvoeren. Vermorst. Wat een mooi woord gebruik jij. Dat is heel gewoon Nederlands woord, hè? Oh ja? Komt van vermorsen en dat betekent verspillen. Oh. Ja. Krijg nou wat? Daar heb je hem. Je Surinamer. In een rolstoel. Zie je wel. Oké, je hebt gelijk. Zit het gewoon zelf om aan de doop te komen. Politie Haaglanden. Je hebt een bekend dealadres bezocht. We houden je aan op verdenking van overtreding van de opiumwet. Ik ga je nu fouilleren. Mag ik heel even in je tasje kijken? Nou. Dankjewel. Hey. Kijk nou. Hoe kan je nou zo stom zijn? Jij kijkt lekker intelligent uit je ogen.
Ben je Jos verloren? Nee, die is de auto even schoonmaken. Ze voelde zich niet zo lekker. Ben je zwanger of zo? Is dat het? Ben je zwanger? Bijna 3 maanden. Kennen jullie een beetje opschieten? Ik wil wel naar huis. Jij gaat helemaal nergens heen. We hebben je op hete daad betrapt met harddrugs in je bezit. We hebben zelf ook heel sterk het vermoeden dat je die diefstallen zelf hebt gepleegd. Welke diefstallen? En jouw gestolen creditcard is in het illegale circuit terechtgekomen via jouw dealer. Je hebt hem gewoon gebruikt als betaalmiddel. Dat is belachelijk. Kom nou, je bent gewoon een junk. Je hebt geen geld meer, dus je bent gaan jatten bij Jessica. De eerste diefstalletjes zijn meestal in de buurt, want dat is lekker makkelijk. Ik ben toch zeker zelf ook bestolen? Ja, anders zou je wel heel erg verdacht overkomen. En zo kreeg je nog geld van de verzekering ook. Luister, juf. Je hebt het bij de verkeerde persoon. Jess heeft een habit. Die doop is voor haar. Nou, wel een beetje gek. Dat zij dan komt aandringen op een onderzoek, hè? Oké, prima. Ik heb het gedaan. Tuurlijk. Eet een daadje. Meneer in de rechter, ik gebruik dat spul tegen de pijn. Echt, ik heb zulke ondraaglijke pijn, hè? Ik zit nog geen nacht in die cel, hè? En die sieraden die je van Jessica hebt gestolen, dat zijn erfstukken van haar oma en dat wist jij. Ach ja, arme Jessica. Voelt de eigen zo goed dat ze een gehandicapte huisgenote heeft. Trut. Dat ben jij ook. Maar dan in een rolstoel. Help alsjeblieft, mijn vriendin wordt verkracht. Waar? Nu in de wc. Ik ga Wouter bellen. Alsjeblieft, Tom. Wat ga je doen? Ze zitten alleen. Ik ben nu weggelopen, ze zitten alleen. Wouter, Giel. We hebben hier te maken met een mogelijke verkrachting. We hebben nu echt een versterking nodig. Ja, Giel. Rieke, wacht. Blijf in de lijn en doe verslag van wat er gebeurt, oké? Okay? Laat de DJ de muziek stoppen. Maar vrienden staan buiten, dus niet gelijk meewerken, goed? Gaat het? Kun je even hier blijven wachten? Ja? Ik kom zo terug, ja? Kun je even bij haar blijven, alsjeblieft? Giel? Kom mee. Ah! En zo, daar heb je hem, hè? Ik heb ze gedaan! I'm fucking back, man! Wat? Hey! Wat? Hij is geschoten, onschot. Ik heb ze gedaan! Hij doet rustig, man! Ik heb ze gedaan! Wat nou, fucking kutwoud! Hey! Zuid de hoofdingang voor het publiek. Ja? En ik heb een AT nodig, nu! Je dacht niet dat we je alleen zouden laten gaan, hè? Waar bleven jullie? Nou, even een ijsje eten op het boulevard.
Alles gaat die klote Wout eraan, ja! Rustig, rustig. Waar moeten we dat vandaan halen dan, joh? Je hebt al het kilo's van die shit op het bureau liggen. Fuck, man! Oké, okay, oké. Okay. Moet ik het wel even gaan halen. Doe rustig aan, rustig aan. Kook! Nu! Wouter, ik heb een knettergek met een pistool. Ik heb nu een AT nodig. Waar blijft die kook? Ik ben heel druk bezig om die kook los te krijgen bij mijn chef. Maar ja, die moet ook weer een handtekening van zijn chef krijgen. En dat is een ambtenaar, dus ik doe mijn best. Kankerlijer! Ik heb iets nodig, man, nu. Als je zo scheurt, gaat die zo af. Wat wil je nou, man? Ik heb Call of Duty wel een miljoen keer uitgespeeld, ja. Wat is dit, 45? 9 millimeter. Oh, dat is een 9. Dat wist ik ook. Wacht even kijken of jij het nog wist. Waar zit je reserveclip? Huh? Geef me wapen. Waar is je reserveclip? Geef me wapen. Heel de fucking Noordzijd zal weten dat ik, Paul, een fucking Wout heb gepopt en dat ik mezelf een weg naar buiten heb geschoten! The last man standing en dat soort shit, je weet wel. Doe niet zo idioot, man. Dit is... Hey, back! Waar blijft die kook? Ze zijn onderweg. Jij hebt de leiding tot zij het overnemen. Die gozer die blijft maar zeuren om kook, joh. Ja, hou maar de praat. De AT-jongens zijn zo bij je. Zij nemen het over. Verwachte aankomsttijd AT-team over 5 minuten. Ik gebruik jou gewoon als levend schild. Op jou schieten ze niet, toch? Oké, kan. Waar wil jij heen dan? Geef me wapen. We blijven alle twee ongedeerd. Waar blijft die kalk? Ik pop die Wout neer, hoor! Rustig nou. We hebben toestemming. De kook is onderweg. We hebben 5 minuutjes. Hij verneukt me. Hij zit me gewoon te verneuken, man. Nee. Fuck jou, ik knal je gewoon neer. Geef mijn wapen terug. Kom op, back. Oh, ik kan geen eens meer richten, man. Geef je. Ik leef nog, jij leeft nog. Kom op. Ik ben geen mietje, ja. Ik ben geen mietje. Geef me wapen terug. Ons beest is dood, come on! Waarom is het beest stil? Huh? Waarom is het beest stil? Wat doen ze daar buiten? Geef me wapen terug! Ik verneuk het! Ik heb zelf met een fucking gun verneuk ik het nog. Ik verneuk het. Hij hoort bij ons.
apart dat hij zichzelf dan opeens van kant maakt. Ik kwam net van een kookrush af. Stuiterde alle kanten op. En opeens sloeg het om. Nou, je bent je wapen wel even kwijt voor onderzoek en er wordt gekeken of je schiethanden hebt. Die heb ik. Ik probeerde zijn handen tegen te houden toen hij schoot. Mensen van het AT zeiden dat jij het wapen in de hand had toen ze binnenkwamen. Ik heb een pistool teruggepakt. Het was een schietwaardige situatie. Hij bedreigde je, hij schoot op je en is gehoord door je collega's. Je krijgt eerder een lintje dan een douw. Hoe is het nou echt gegaan? Een doorgesnoven jochie heeft zichzelf door zijn kop geschoten. Het was een contactschot. Kan je ook krijgen bij een worsteling om een wapen? Dus, jij bent ondanks wat Giel zei op eigen houtje naar binnen gegaan. Dat meisje werd verkracht. Was de overmacht nog steeds te groot, zoals je partner in hogere rang in eerste instantie al had geconstateerd? Als de muziek niet net op dat moment was uitgezet, dan waren we weggekomen. En als jij niet naar binnen was gegaan, was er geen Wild West geweest. Dan had ik nou geen gewonde agent en een leger aan journalist op mijn nek. Ja, maar wat wil je dan? Ik kan gaan. Zonder hen was het niet al te best afgelopen met het verkrachtingsslachtoffer. Dat kan wel zo zijn. Maar er is een protocol voor een geval als dit en dat is er niet voor niks. Stel dat ze zich daaraan hadden gehouden. Dan had jij nou aan het leger journalisten kunnen uitleggen hoe een meisje verkracht werd... terwijl er twee politieagenten voor de deur het protocol naleefden. Terwijl ze wisten dat er een verkrachting gaande was. Wie is de vader van je kindje? Dat kan ik je niet vertellen. Je mag het niemand zeggen. Wilde jij en je vriendje wel een baby? Ik heb helemaal geen vriendje. Ben je verkracht? Weet die ouders dat je zwanger bent? Mama werd achterdochtig. Omdat ik zo misselijk was. Ik mocht niet meer naar school. En toen ik deze maand niet ongesteld werd en bleef overgeven, moest ik weg. Als iemand jou heeft verkracht, dan heeft hij ook in de ogen van Allah een misdaad gepleegd. Ja? Niemand mag aan je komen als je dat niet wil. Dat weet ik ook wel. Wie was het, Begoen? Je begrijpt het niet. Wie heeft jou verkracht? Wie bescherm jij? Mijn oom. Het broertje van mijn moeder. Haar lievelingsbroertje. Heb je haar verteld wat hij heeft gedaan? Ja. Maar hij zegt dat ik lieg. Je moeder die gelooft hem. Ben je mooi klaar mee? Een berisping. Alleen maar omdat ik een meisje help. Wat hadden ze dan verwacht? Dat we werkloos bleven toekijken? We konden niet anders, toch? Nee. Laat maar. Jij neemt het me ook kwalijk. Wat? Dat ik naar binnen ging. Nee, maar... Wat? Zeg het dan. Ik snap die berisping wel. Ik bedoel, we hadden opdracht om te wachten. Ja, maar dat meisje werd verkracht! Dat weet ik en ik snap ook waarom je naar binnen ging.
Heb jij hem? Heb jij hem doodgeschoten? Nee. Hij was helemaal lijp van de kook. Zet ineens dat ding voor zijn kop. Ik had je niet alleen mogen laten. Kon niet anders, dat weet je zelf toch ook. Ik had verdomme niet alleen aan haar moeten denken. Ik heb je daar achtergelaten. Ik moet naar de Rijksrecherche. Het kan wel even duren. Zie ik je daarna? Bel nog wel. Birgun's ouders werken tot 7 uur in de wasseretten. Zij moest na school naar het gezin van haar oom. En hij verkracht haar al sinds 1/2 jaar. Toen zij misselijk werd en zei dat ze misschien wel zwanger was, heeft hij tegen haar ouders gezegd dat ze een vriendje heeft. Maar nou wil die kuttekop geen aangifte doen. Als ze dat toch niet wil? Als een slachtoffer fucking gek is, ja, dan wil ze nog een reden om de dader te laten ontkomen. Wie zegt dat ze gek is? Ze is toch niet gek? Ze wil geen aangifte doen en ze laat geen abortus plegen. Wat kan dat babytje eraan doen dat Birgun verkracht is? Welk babytje? Ik zie alleen een meisje van 15 met het zieke zaad van de oom in de donder. Jos. Kunnen we iets constructiever overleggen? Birgun heeft alleen haar familie. Daarbuiten mocht ze niemand zien. Als je daar juridisch tussen gaat zitten, dan kan ze nooit meer terug. Dan is ze voor de rest van haar leven alleen en vogelvrij. Want grote kans dat de familie de eer wil herstellen als dit naar buiten komt. Haar moeder heeft haar leven gered. Pardon? Haar moeder weet dat ze zwanger is. Ze heeft haar alleen maar verstoten omdat ze een vriendje heeft. Zwangerschap is namelijk een reden voor drastischere maatregelen. Ze mag nog blij zijn. Serieus? Je wraak zegt. Zijn we het eindelijk ergens over eens? En nou? Regel een plek in een tienermoederhuis in een andere stad, zodat ze haar familie niet tegen het lijf kan lopen. En leg haar verhaal vast in een PV, zodat we die oom juridisch kunnen aanpakken als ze een aanklacht niet wil dienen. En we laten die verkrachter gewoon lopen. Voorlopig. De schade is groter dan de winst. We weten alle drie dat dit nooit opgepakt gaat worden. En die klerenleier gaat vrij uit. En jij bent? Antje van Velzen. Of je geeft even de sleuteltjes, of ik kom terug in uniform. Ik ben een ambtenaar en ik ben in functie. En u beledigt mij. Eigenlijk mag dat niet. Vanmorgen vroeg is het lichaam van Erwin Spaans aangespoeld op het strand. Mooi. Ik ben nogal een dure hobby. Ik weet niet wat jullie allemaal denken. Nou, ik denk dat Erwin is verkracht. Wie van jullie bloedhonden heeft mijn motor? Laat ons met rust. We zijn vissers. Wij naaien elkaar niet. Hé! Vies leuk. Oh, van wat? Lul! Programma afgelopen. KRO.nl gaat verder.